Henko, uiterste concentratie. Kan je al een beetje vliegen met je... Ik ben nog niet zo bedreven. Nee? Ja, maar je hebt hem nu 2 maanden of zo? 2 maandjes al. Ja. Ja. Maar je bent bezig voor Middelburgers NL? Ja, de subsidieprojecten die in Middelburg spelen, die moet ik het in beeld gaan vastleggen. En dat zijn er best wat in Middelburg, hè? Want, ja, inmiddels zo'n 15. Ja, dat is echt best wel veel, ja. En nu is Molenwaterpark, dat is ook Water Resilient Cities. Klopt. En daarna gaan we naar de overloper in Douwendalen. Dat is hetzelfde. Ja, wat zijn ze daar aan doen? Want daar zag ik wel dat ze allemaal aan het graven zo zijn geweest. Maar, Ja, daar maken ze eigenlijk hetzelfde als hier. Oh ja. Het overtollige water wordt daar opgevangen. En valt het dan ook echt onder hetzelfde subsidieproject? Of nee, is het weer een ander subsidieproject. Oké. Okay. Maar wel hetzelfde idee qua Water Resilient project. Ja, en met Middelburgers NL, dat is natuurlijk ook gelieerd aan de gemeente. Ja, en ze hebben ook nog een stukje meebetaald aan Middelburgers dit jaar. Dus vandaar dat we een tegenprestatie doen en dat mooi in beeld gaan brengen. Ja, nou, dat is heel mooi. En hoe gaat het met Middelburgers nou voor de rest? Spannende tijden. Ja, weer? Ja, maar wel goeie. We gaan... het wordt wat anders. We gaan het waarschijnlijk wel weer teruggeven aan de gemeente. Omdat er een aantal heel specifieke gemeentelijke taken inkomen, waaronder e-participatie. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken van hoe krijgen we dat natuurlijk weer financieel rond. Maar hoe gaan we ook andere verantwoordelijkheden leggen bij de gemeente, bij Welzijn Middelburg, bij andere mensen. Om het wat meer daadkracht en wat meer kracht te geven. Het is eigenlijk nu nog alleen maar een one-man show. Ja. En dat is natuurlijk wel een klein beetje link. Als ik wegval, dan valt Middelburgers weg. Ja. En dat willen we gewoon gaan ondervangen. Ja. Dus veel meer mensen zullen betrokken worden bij Middelburgers volgend jaar. En dat is een goede zaak. Dat is zeker een goede zaak, ja. Wat mijn rol daar nog in hoort, dat is dan... Dat is weer een andere vraag, ja. Ja, nou ja, het is bij meerdere platformen spelen allerlei dingen, hè. Daar hebben we het wel vaker over. We kennen het. Ja. En dus zou ik ook te denken, want als je dan... Want nu ben je dus eigenlijk ook wel bezig voor Europese initiatieven. Misschien kan je wel een Europese subsidie koppelen aan Middelburgers. Of wordt dat een beetje... Ik zal eens met Tini Maanhout van de gemeente gaan babbelen of we daar wat los kunnen kwijten. Tini is echt een Europese subsidiespecialist en die zorgt ook voor dit soort projecten. En Tini zei ook van ja, er wordt vaak gezegd van ja, maar dan moet er heel veel geld bij ook van de gemeente. Dat is eigenlijk niet zo. Het zijn vaak projecten die al op stapel staan en door Europese subsidies kun je gewoon veel meer met die projecten. Net zoals Molenwaterpark stond al op de planning, maar door die extra subsidies kan het veel beter, veel mooier en kan de kwaliteit omhoog. En dat is het belangrijkste van die subsidieproject. Maar dat is, ik wou er eigenlijk al over beginnen ook, want dat is inderdaad het verhaal van ja, voor elke miljoen die je krijgt moet de gemeente toch een tonnetje of 3 zelf betalen of 4 misschien wel. Ja, maar dat geld is al gereserveerd. Ah, oké. Okay. Omdat dat al op de planning staat. Alleen door subsidies daarbij te krijgen kan de kwaliteit gewoon omhoog. Op die manier, ja. Ja, want ik dacht dus inderdaad van ja, dan moeten ze uiteindelijk nog 6, 7 miljoen van een bedrag wat ze dus helemaal niet hebben, maar ze hebben het dus eigenlijk wel al. Het staat al op de planning subsidies kunnen dat verbeteren. Dat doet Tini dan heel goed voor... Dat doet Tini heel erg goed. En waar is je drone nu? Dan? Je staat wel lekker te kletsen. Ik zie hem niet meer hoor. 60 meter hoogte. Een stip aan de horizon. Oh ja, ik zie hem daar heel ver weg. Maar ja, binnenkort gaat dit stukje park ook nog aangepakt worden. En daar zie ik alweer wat onkruid komen. Dus, maar het gras ligt er nu mooi bij, hè. Ik ga toch weer een stap verder.